Kijk, Hugo de Jonge is, denk ik wel de meest incompetente minister die ik ooit heb meegemaakt. Er zijn andere mensen die zijn ook heel incompetent, zoals Christiane van der Wal. En mensen hebben misschien soms de technische kennis niet, zoals een Rob Jetten. Ja. Of mensen komen uit een volstrekt ander vakgebied, zoals Kajsa Ollengren, die op defensie zit en het verschil tussen een handgranaat en een ananas niet weet. Ja, maar die zijn Ja. allemaal niet zo destructief als Hugo de Jonge. Want Hugo Ja. de Jonge heeft nog een bepaalde manier van doen, waarbij hij echt alles wat hij vindt doordrukt ten koste van alles. En het maakt hem niet uit hoeveel schade die berokkent. Vond je het een leuke video en wil je het hele interview zien? Klik dan nu op de link.